Oh, mijn hoofd! Bonsoort, waar ben ik überhaupt? Dennis, word je nou eindelijk wakker? Luc? Lotte? Ja? Dennis, ben je wakker? Ja, wat doe je hier buis hier? Super lang. Oh, jeetje, uren later! Je had hem gewoon niet dat drankje moeten geven, Lotte. Lotte, wat heb je me gisteren gegeven? Wat was dat voor drankje? Ik werd helemaal duizelig. Ik herinner me nog de route naar huis. En ik heb een hoofdpijn nu. Dat is echt niet normaal. Ik liep naar huis. Ik zag echt 4 lantaarnpalen of zo. Ik ging alle kanten op. Helemaal duizelig. Allemaal rondjes. En toen viel ik op de grond of zo. Ik heb echt zere armen en benen. Wat was dat voor drankje? Nou, dat was een potion of healing. Maar er moet vast iets fout zijn. Ga maar de ingrediënten. Ja, maar waar heb je die gekocht? Nee, die heb ik zelf gemaakt. Hoe bedoel je zelf gemaakt, Lotte? Gewoon zelf gemaakt en alles bij elkaar gevonden. Lotte, je bent helemaal geen dokter. Hoe moet jij dat nou weer maken? Ik probeer toch gewoon mijn best te doen, oké? Het is lief dat je me wou helpen, maar je weet dat het niet zomaar zo is bij de dokter. Dat je wat dingetjes bij elkaar gooit en dan heb je een receptje. En dan alsjeblieft, hier kan je beter van worden. Ja, klopt. Sorry. Ja, ik weet niet wat je me hebt gegeven, maar heb je toevallig wat te eten voor me? Ja, ik had vanochtend wat verse broodjes gemaakt, dus die kan je wel eten. Oh, lekker! Nou, dat maakt het wel goed hoor, dankjewel. Geen maar, probleem. Wat waren we gisteren ook alweer aan het doen? Ik ben het helemaal vergeten. Dennis, we hadden jou rondgebracht tot de stad heen, want heel de stad was opgeblazen, weet je dat echt niet meer? Oh ja, de stad was verwoest, maar er was nog iets. En ik kom er even niet op. Mijn hoofd doet zoveel pijn. Oh, het was heel erg belangrijk. Dat had iets met jou te maken, Kippie. Oh, wat kan dat nou weer zijn? Je had geen eten gehad. Ik denk dat dat het was. Eens even kijken. Alsjeblieft, meneer Kippie en meneer Eentje. Waarom was je ook alweer hier bij mij thuis? Moet ik hem vertellen, Lotte? Of, Ik denk het wel. Ik denk dat je niet bedoelt dat hij honger heeft. Nee. Oh, wat was ik er dan denk, aan de hand? Alex is misschien vermist. Oh, nee. Ja, dat was het. Mijn beste vriend, hij is nog steeds vermist. We moeten hem gaan zoeken, oké? Okay? We moeten hem echt gaan zoeken. Welkom terug in mijn Minecraft survival wereld. Ik werd hier wakker zoals je zag in mijn bedje. En ik voel me dus echt super slecht vandaag. Want de vorige keer kwam er namelijk achter dat mijn beste vriend Alex is vermist. En dat is nog niet eens het enigste. Ook is de hele Minecraft-stad verwoest. Maar voordat we gaan beginnen aan een nieuw avontuur, wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want we hebben bijna de 200.000 abonnees en jij kan me helpen om die droom te behalen. Dus klik erop hier beneden, het is tenslotte gratis. En laten we gaan voor de 7.000 duimpjes omhoog op deze video voor meer Minecraft survival. Oké, maar Lotte en Luc. Ja? Wat gaan we dan doen om een beste vriend te vinden? We hebben gisteren al een beetje gekeken. Je zei dat hij in het bos was misschien. Maar dat is toch heel raar dat hij daar zomaar kan zijn. Waar willen we gaan kijken? Waar denken jullie dat mijn beste vriend Alex is? Nou, het bos is inderdaad wel een goede keuze. Want waar kan hij anders zitten? Ja, ik weet het niet. Ik dacht zelf dat hij... Dat zei ik ook al tegen jou. Misschien is hij in die krater gevallen in de lava. Dat kan niet, Dennis. Dat kan gewoon niet. Echt niet. Oh, wacht. Ik pak even een lied erbij. Hoor. Meneer Kippie, je moet ergens even aan vast zodat je niet wegloopt. Ik heb een houten paaltje nodig. Heb ik dat hier toevallig? Nee, dit is foute boel. Oké, laten we even hier een paaltje voor maken. Meneer Kippie, momentje hoor. Eens even kijken. Zo, en dan doen we even zo, zo, en zo. Kijk eens aan, een vent. En dan hebben we dit nog nodig. Kijk eens aan, dit is perfect. Dan doen we deze even hier. Oh, je bent natuurlijk ook helemaal in de war wat allemaal gebeurt. Zo valt het schilderij nou weer van de muur af. Oh, nee, deze is echt niet mooi. Tijdens de bel gaat. Ik heb zo'n erg hoofdpijn. Wie kan er nou weer aan de deur staan? Hallo, wat is dat nou de hele tijd met dat gebel? Wat moet je? Jij bent Dennis, toch? Ja, hoezo? Wie ben jij? Kennen jullie hem? Ik moest van Alex jou ophalen. Hij heeft hulp nodig. Moment, hij hoor. Leeft? Wat zegt hij nou weer? Wat zegt hij? Hij moet van Alex me ophalen. Dennis, hij heeft Alex gevonden. We moeten er nu snel heen. We moeten er snel mogelijk heen. Vertrouw je dat een wildvreemde komt bij jou aan de deur om te zeggen ik heb je beste vriend gevonden? Dennis, luister. Een wildvreemde. Ja, een wildvreemde.
wildvreemde, ik ken hem toch niet. Nee, maar waarom zou hij dan hier komen? Maar luister, dan, misschien heeft hij Alex wel ontvoerd en ontvoert hij mij ook. Dat weet ik niet. We kunnen beter gewoon even gaan kijken, Dennis. We hebben geen keus. We gaan met z'n drieën, oké? Oké, jij had dus Alex gevonden. Ja, ik kwam hem tegen bij het politiebureau. Hoe bedoel je bij het politiebureau? Ja, er zit zo'n heel groot gat of zo en hij was er bijna ingevallen. Dus hij zit nu ergens op een afgrond. Een afgrond? Maar als hij bij het politiebureau was, dan had hij toch ook hier naartoe kunnen komen? Nee, hij zit daar vast. Hij kan daar niet weg. Zijn we langs hem heen gelopen? Nee, dat kan niet. Wij waren gisteren nog bij het politiebureau. Hebben jullie iets gehoord? Nee. Misschien zit hij onder stenen vast of zo. Oké, ik loop met je mee, oké? Laat maar zien waar hij is dan. Zit er wel een beetje aan. Kom mee. In de gaten, oké? Ja. Ik hou iedereen in de gaten hier. Oké, waar zou die volgens je... Wat is dit nou weer? Een brandweerman. Is hier een brandweerman aan het werk? Ja, dat moet ook wel, want al die blussen... Oh, hij is hier alles aan het blussen, denk ik. Goed bezig, brandweerman. Goed bezig. Dankjewel voor je hulp. Oh. Kijk, hij zit hier, als het goed is. Waar? Waar moet hij zijn dan? Dennis! Oh, hier! Alex! Dennis! Alex, wat doe je hier? Hallo! Alex? Dennis, ik ben zo blij om jou te zien! Je wil niet weten wat er allemaal is gebeurd. In de tussentijd, ik was verdwaald samen met Kevin. En nu ben Alex, ik hier. Wacht even hoor, ik kom even aan die andere kant staan. Welke kant? Ja, hier zo, dan kan ik je net wat beter zien. Daar zie ik je helemaal niet. Oh, wacht even. Zie je me hier, Alex? Nee, daar zie ik je ook niet, Dennis. Ik kan je daar niet zien. Dennis, dit gaat niet werken. Je kan beter hier staan. Hoe kom je daar ook überhaupt? Ja, ik gleed uit over een of andere bananenschil. Ik weet het niet wat het was. En nu ben ik hier de hele tijd. Alex, ja. Hoe lang zit je al dan? Ik weet het niet. Ik zit hier al eventjes te praten net met de meneer Ruben. Die stond hier zo. Dus ik zeg zo van, kan je geen hulp halen? En toen zei hij zo van, ja, wie dan? En toen ben ik gelijk naar jou gegaan. En ik ben zo blij dat je hier bent. Dennis, weet je wat er was gebeurd? Ik ben denk ik gisteren langs je heen gelopen dan. Gisteren was ik hier nog niet. Ik ben hier vanochtend terechtgekomen. Waar kom je dan vandaan? Ik was helemaal aan het zoeken. Ik zat in een bos. Oh, hoe kom je daar? Weet je waar ik wakker werd? Nou? In die spoedtent daar helemaal verderop. Elke spoedtent? Dat kan ik toch niet zien? Oh ja, misschien is het handig als ik je naar boven kan krijgen, maar hoe moet ik dat doen? Joh, kan je me geen handje geven, alsjeblieft? Ja, hier. Kom op. Je komt er net niet bij, of wel? Het werkt niet. Ik kom er net niet bij, Dennis. Spreek nou hoger. Kom op, wat is het nou? Oké, wacht. Ik neem een broodje, ja. Oké, dan moet het lukken. Kom op, Alex. Oké, dit gaat niet werken zo. Nee, dit werkt sowieso niet zo. Hoe kom ik hier ooit weg? Ik weet het niet. Lotte, pas op dat je daar ook niet naar beneden valt, oké? Hoi, nee, Lotte! Hoi, Alex! Warm naar beneden! Alex, ik ben wel blij dat je nog leeft, tenminste. Ik ben blij dat jij nog leeft. Ik was helemaal alleen in het bos eerst. En toen met Kevin en ik stond helemaal van, waar kan jij zijn? Maar jij was gewoon al die tijd hier. Ik was heel erg bezorgd. Ik dacht dat je misschien in de krater was gevallen. Nee, maar ik was wel sinds de explosie iedereen kwijt. Ja, heb je het überhaupt gezien? Kijk hoe diep dit is. Alles is weg. Ik sta al de hele tijd. Alles is kapot hier. Alles. Hoe bedoel je alles? Ik zag alleen dat het ziekenhuis kapot was en dit. Heb je meneer Kippie wel gezien? Nee, die is toch al bij mij thuis. Over je huis gesproken. Wat is er met mijn huis gebeurd, Dennis? Wat is er met mijn huis gebeurd? Ik denk niet dat je het echt meer thuis kan noemen. Doe je mijn huis, waar ik altijd al in woon? Ja, dat klopt. Jouw huis. Of nou ja, half huis. Half? Alex? Oké, Dennis, laat het me zomaar zien. Ik haal me hier eens uit. Dat ik hieruit kan krijgen. Wacht, ik heb een vraag. Ik heb een idee. Denk je dat ik ladders moet maken om hem te kunnen helpen? Oké, Luc! Luc, ik heb je nodig. Ja, ik heb je nodig. Kom mee. Ik heb je echt nodig. We moeten een soort van ladders zien te krijgen. Misschien heb ik ze nog thuis liggen. Dan vind je kistje kijken. Met die ladders kunnen we hem eruit halen, denk ik. Oké, kom op. Hallo, meneer Kippie. Ik heb Alex gevonden. Hij is daar beneden bij het politiebureau. Luc, ik ben zo blij dat hij nog leeft. Maar, ja, dat snap eens ik. Even kijken, ladders. Luc, hoe maak ik ladders? Daar heb je volgens mij een paar stokjes van nodig. Oké, dan maak ik hier allemaal sticks van. Ik heb 14 sticks, Luc.
Luc, is dat genoeg? Ik denk het wel. Oké, zo. 3 ladders. Is 3 genoeg? Denk ik wel. Oké. Kijk, zo, ik denk dat hij aan 1 wel voldoende heeft. Zo, dus dan doen we dit allemaal daarin. Oké, laten we die kant maar op gaan. Oh, ik ben zo blij om Alex weer te zien. Laten we die kant op gaan. Oké, ik ben er weer, Alex. Dennis! Oh, Alex, ik heb de ladder bij me. Ik heb een ladder meegenomen, oké? Okay? Oh, je kan dit, Dennis. Ja, ja, hier komt die Alex. Zo, Dennis! Oh, nee. Wat doe je nou? Je gaat me toch niet vertellen dat dat de enige ladder is die je had, hè? Momentje, oké? Oh, Dennis! Nee, ik kom eraan, moment! Oké, maar eens even kijken of ik nog een nieuwe ladder kan vinden. Laat ik hier gewoon naar binnen gaan. Zo via hier, via de dierenwinkel. Deurtje weer dicht. Oké, kom op, kom op, kom op. Laat ik allebei de ladders maar meenemen. Dat lijkt me wel een stuk handiger. Oké, kom op. En we moeten weer terug. Oh... Even zo'n lekker broodje eten die ik van de buurvrouw heb gekregen. Ik ben echt zo blij dat Alex nog leeft. Dat is echt niet normaal. Ik maakte me helemaal zorgen. Laat weten in de reacties als jij je ook zorgen maakte. Maar we moeten snel weer terug. Oké, ik ben er weer. Ik heb de ladders bij me. Nee, dat is perfect. Mag ik ze hebben alsjeblieft? Oh, daar ging bijna, daar ging bijna. Kun je ze plaatsen? Wat eentje lager, eentje lager. Zo. Ja, perfect. Oh, Alex. Goed zo, Alex. Ik heb je helemaal zo erg mis. Waarom staat daar een brandweerman? Kom maar mee, Alex. Waar moeten we heen? Deze kant op. Kom maar mee, volg mij. Dennis, waarom zit hier een groot gat in de grond? Alex, dit is de krater, maar kom maar mee. Oké, hier moeten we dus zeker weten niet invallen. Dat ziet er niet goed uit. Hé, neem maar die koe is terug, wat leuk. Alex, weet je nog dat mooie Halloweenfeestje? Oh ja, bij de bank. Hoe is het bij de bank? Ja, met het feestje is letterlijk het dak eraf gegaan. Ja, letterlijk het eraf geblazen. Moest dat haast wel Alex. Zo'n feestje zijn? En niet alleen het dak van de bank, ook van je huis. Hoe bedoel je van mijn huis? Het hele dak is eraf. Oh nee. Oh, dan ruik je helemaal naar rook daar binnen. Lotte, wat is er gebeurd? Ik weet het niet, Alex. Het is ook mijn huis die kapot is gegaan. Ik zie het inderdaad. Bij jou zit ook een gat in het dak. Oh, nee. Alex, je hele huis stond ook nog eens in de brand. Het is maar goed dat die brandweerman er op tijd op bij was en bij me wat geblust. Ik moet naar binnen. Lotte, het is wanneer verkoop jij lampen? Vertel me dat maar later maar even. Oké. Oh nee. Wat is dit? Ja, bekijk het van de positieve kant. Wat is de positieve kant? Je hebt wel een lekker huis, zeg je nu. Dat wou ik niet eens. Ik wil gewoon een huis hebben waar het warm is. Het wordt winter, het wordt met de dag kouder en kouder en kouder. Ik heb niet eens een huis. Hoe moet ik dit overleven? Alles staat hier naar rook aan het ruiken. Het zit allemaal in mijn plafond. Alex? Nee, ja. Ik denk heel eerlijk. En zoals je ziet, meneer Kippie is weg. Ja, daar had je het inderdaad ook over. Waar is meneer Kippie? Die is bij mij oké, want het rookt hier zo hard. Hij is veilig, want het rookt hier zo hard dat het gewoon schadelijk voor je is. Dat is zeker zo. Ik wil hier ook niet te lang staan eigenlijk. Eerst moet al het vuur geblust worden. Laten we maar naar beneden gaan, dan praten we daar verder, want hier is het echt niet fijn. Hoe kan dit ook allemaal? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Echt op instorten. Oeh, waar moet ik heen? Waar moet ik slapen? Ik weet het helemaal niet. Alex? Ja? Wil je anders weer een tijdje bij mij wonen? Mag dat? Ja, tuurlijk, maatje. Dan kan je samen met meneer Kippie, ik bedoel, meneer Slakkie zit op de zolder, dus daar heb je dan geen last van. En dan meneer Kippie en meneer Eentje zitten beneden en dan kan je daar ook wel je bedje plaatsen. Ja, stop met praten. Ja, dat wil ik. Oké, nou, zal ik je het huisje laten zien dan maar? Ja, ik kom met je mee. Alleen, dan denk ik wel dat je zo snel mogelijk wel je huisje moet laten repareren. Want dat gaat wel lang duren. En geloof me... Waarom doe dat? Je wil niet dat het dadelijk kerst is en je hebt nog steeds geen dak. Want dan ligt je hele huis onder de sneeuw. Ja, dat is zeker waar inderdaad. We moeten ook zorgen dat de plekje voor meneer Kippie weer terugkomt. Zijn thuisplekje is het ook. Ook van mij natuurlijk, maar ook van meneer Kippie. Ja, ik zou zeggen, kom binnen, Alex. Dit is echt zo tof van je, dankjewel. Hallo! Ja, ik had hem even aan een lijntje gedaan. Hij was heel erg chaotisch, omdat natuurlijk jij was er niet. Eentje zo blij is die om het te zien. Oh, meneer Kippie en meneer Eentje zijn hier hartstikke veilig. En meneer Slakkie zit boven, dus dan heb jij daar geen last van. En meneer Kippie ook niet met z'n allergie. Dennis, waar kan ik mijn spulletjes neerleggen? Ja,
kies maar een plekje uit. Je kan je bedje neerzetten waar je wil. Hier heb jij je kist al staan. Waar kan ik hem neerzetten? Mag ik in deze hoek slapen? Ja hoor, dat mag. Oké, dan hou ik heel even mijn bedje op. Dan ben ik zo terug. Doei! Ja, is goed. Doei! Oh, wat fijn dit. Dan wonen we toch nog weer een beetje samen, Alex en ik. Dan voelt het weer een beetje als die oude tijd. Alleen, ja, de hele stad die is wel verwoest, zeg maar. En dat is nog wel een probleempje. Dennis, ik heb mijn spulletjes! Oh, het is fijn je weer te zien, Alex. Is alles gelukt? Ja, oké. Even denken hoor. Hoe ga ik dit inrichten? Hallo, meneer Kippie. Ga jij even daar staan? Dan zet ik mijn bedje. Waar zou ik die neerzetten? Zou ik die gewoon in deze hoek zetten waar nu meneer Kippie staat? Mag dat? Ja, tuurlijk mag dat. Meneer Kippie, even deze kant op. Oké. Nou, deze eventjes weg. Zo, even denken. Zo. Maar wat bedoel je eigenlijk met spulletjes? Nou, zeg maar, kijk, Alex, al doe ik die zo, dan voel ik me wat meer thuis als ik het blauw maak. En dan is dit mijn kant en dan wordt dit zo jouw kant. Oké, ik dacht dat je al hele bedjes zou plaatsen hier, maar... Nee, joh. En we moeten ook een plekje hebben waar meneer Kippie aan vast kan. Kijk, als we deze nou daar zetten, dan kan de paal daar en dan kan meneer Kippie daar. En ik heb nog even denken hoor, wat kan er nog meer bij? Alex! Ik heb nog mijn eigen crafting table, ik hou van mijn eigen crafting table. Die wil ik hier zetten en dan doe ik die blauw erboven. Alex, dit is mijn huis. Ja, maar ik kwam hier wonen. Alex, je komt hier tijdelijk logeren totdat het huis is blauw. Dat klopt, maar nu is het ook wat blauw, dus dan is het geel en een beetje blauw. Ja, weet je wel, oké, het is goed. Yes, hoppakee, dankjewel Dennis. Ja, want anders moet je zo de hele avond en ochtend naar de sterren kijken. Nou ja, de ochtend niet, maar... Nee, dat is waar, de ochtend zijn er niet zoveel sterren, maar in de avond wel. Oh, Dennis, ik ben een beetje moeig aan het worden. Ja, er is wel één regel in dit huis. Wat dan? Geen gesnurk, oké? Geen gesnurk? Dat heb je jezelf wel eens gehoord als je slaapt? Natuurlijk niet, want dan slaap je. Jij snurkt altijd, niet ik. Jawel, jij snurkt altijd. Nee, Alex, jij snurkt. Nee, jij snurkt. Oké, ik ga gewoon lekker naar bed, oké? Oké, ik ook. Doei! Doei!